Danny, wat is hard werken? Je moet zorgen dat je op de juiste plek binnenkomt. De juiste mensen om je heen. Hoogste aangeschreven school meedoen. Je eigen grootste criticus zijn. Zorgen dat jij degene bent die jou het meest naar beneden kan halen, zodat anderen dat niet meer kunnen doen. Dat je dat al hebt gecoverd. Meegaan met docenten naar huis als het moet. Gezichtsbehandelingen doen, wenkbrauwen laten epileren, teennagels mooi laten lakken eventueel. Chaos als je goed staat doen. De regels aan je laars lappen, maar de regels ook serieus nemen. Anderen in hun waarde laten, maar tegenover anderen, over die anderen die misschien niet in hun waarde laten, als het nodig is, als die anderen dat leuk vinden. Zeg nooit subsidie aanvragen als het moet, zonder subsidie doorgaan als het kan. Vlak voor de burn-out zeggen, ik voel een burn-out aankomen, of net na de burn-out toegeven dat je burn-out hebt, daar dan weer een stuk over schrijven of een interview over doen. Nooit zelf een boot kopen, altijd vrienden hebben die een boot hebben, dat is handiger. Vlaams waarderen, doe een PHV-cursus. Nooit geel dragen, zelf veel boeken lezen, daarover kotsen, maar er wel iets stiekem uithalen, maar dat niet tegen andere mensen zeggen. Niet te veel involved raken, emotioneel rustig blijven. Niet meer doen dan The Voice. Nooit voor Joop van den Ende werken. Nee, dat neem ik terug. Ik wil wel voor Joop van den Ende werken. Je buik voelen. Slapen. Slapen. Dus ik vind het goed zo. Even stoppen.